Vandaag een antwoord op de vraag van Tessa. Tessa heeft in de loop der jaren al vele malen geprobeerd om gewicht en dan ook wel specifiek lichaamsvetmassa te verliezen. Tessa heeft bij al die pogingen om gewicht te verliezen en liefst dan ook lichaamsvetmassa te verliezen, wel enig gewicht verloren, maar eigenlijk nog nooit echt duidelijk het verlies van lichaamsvetmassa bereikt. Tessa begreep dit niet. Waarom ze gedurende al deze pogingen wel gewicht, lichaamsgewicht verloor, maar geen lichaamsvetmassa. Maar toen legde haar vriendin uit dat dat niet zo gek is dat Tessa tot nu toe nog nooit lichaamsvetmassa heeft verloren. Want de diëten die Tessa tot nu toe had gevolgd, die waren zeer koolhydraatrijk. En dit betekent dat deze diëten veel voeding met glucosemoleculen daarin aanwezig hadden. En haar vriendin legde uit, ja, wanneer jouw dieetvoeding voortdurend je lichaam aanvult in voeding met glucosemoleculen daarin aanwezig, dan verkrijg jouw lichaam voortdurend glucosemoleculen en worden je cellen gestimuleerd, zo legde haar vriendin uit, om glucose als brandstof te gebruiken. En ja, om vetmassa te kunnen verliezen, moeten je cellen gestimuleerd worden om vetten, vrije vetzuren, als brandstof te gebruiken. Zo legde haar vriendin uit. Dus zolang en wanneer je dieetvoeding koolhydraatrijk is en dus veel glucosemoleculen bevat, worden je cellen niet gestimuleerd om vetten, vrije vetzuren als brandstof te gebruiken. En dan zul je dus geen lichaamsvetmassa verliezen. Dus haar vriendin raadde Tessa aan, ga nou niet opnieuw een dieet volgen met een hoog koolhydraatgehalte. Dus een dieet met veel voeding met glucosemoleculen erin aanwezig. Want dan blijf je voeding aanbieden aan jouw lijf met veel glucosemoleculen erin aanwezig. En blijven je cellen gestimuleerd worden om glucose als brandstof te gebruiken. En geen vetvrije vetzuren. Tessa is toen vervolgens een sterk in koolhydraten beperkt dieet gaan volgen. Dus een dieet met heel weinig voeding met glucose moleculen erin aanwezig. Want haar vriendin had dus uitgelegd dat wanneer je niet meer koolhydraatrijke voeding met veel glucosemoleculen erin aanwezig, aanbiedt aan jouw lijf, ja, dan zullen je cellen dus niet meer gestimuleerd worden om glucose als brandstof te gebruiken. En dan zullen je cellen gestimuleerd worden om vetten, vrije vetzuren, als brandstof te gebruiken. Dat had haar vriendin gezegd en uitgelegd. Maar ondanks het volgen dit keer van een sterk in koolhydraten beperkt dieet. Dus een dieet met heel weinig koolhydraatrijke voeding erin aanwezig. Dus heel weinig voeding met glucose moleculen erin aanwezig. Heeft Tessa opnieuw nog geen lichaamsvetmassa verloren. Dit begreep ze niet. In eerste instantie begreep ze dit niet. Want ze had toch niet meer extra glucose bevattende voeding aangeboden aan haar lijf. Dus zouden haar cellen toch niet meer gestimuleerd moeten worden, hoeven zijn geworden om glucose moleculen als brandstof te gebruiken. En zouden haar cellen toch gestimuleerd moeten zijn geworden om vetten, vrije vetzuren als brandstof te gebruiken? Dan zou toch je lichaamsvetmassa
zou ook moeten dalen. Ze begreep dus in eerste instantie niet waarom ze dan nog geen lichaamsvetmassa had verloren. Maar dat begint ze nu wat beter te begrijpen. Want cellen worden gestimuleerd om bepaalde processen uit te voeren door hormonen, overdrachtstoffen. Insuline is het hormoon die cellen stimuleert om glucose als brandstof te gebruiken. En Tessa heeft begrepen dat enkel wanneer dat hormoon niet aanwezig is in jouw bloed, dus niet afgegeven is, wordt door je alvleesklier gebeurt dat in jouw bloed. Maar de tegenhanger van dit hormoon, die tegenhanger heet glucagon, wanneer die aanwezig is in jouw bloed, enkel dan je bloedsuikerspiegel onder invloed van dat hormoon mooi laag, stabiel laag zal zijn. En dat enkel dan je cellen gestimuleerd zullen worden om vet als brandstof te gebruiken. Vrije vetzuren als brandstof te gebruiken. Alleen, Tessa heeft begrepen dat ongeacht welk hormoon nou wat stimuleert in jouw lijf, dus of insuline nou je cellen stimuleert om glucose als brandstof te gebruiken, of wanneer andere hormonen je cellen stimuleren om vetvrije vetzuren als brandstof te gebruiken, cellen zijn niet altijd in staat om de informatie die hormonen, overdrachtstoffen, of dat nu insuline is of een ander hormoon, om informatie te ontvangen en vervolgens ook dat wat ze gestimuleerd krijgen door deze hormonen, door deze overdrachtstoffen, om dat te doen, een reactie daarop te vertonen. Want hormonen zijn overdrachtstoffen die cellen stimuleren om een actie te vertonen, een reactie te vertonen. Maar ja, dan moeten cellen wel die informatie eens kunnen ontvangen. En vervolgens dat wat ze gestimuleerd krijgen om te doen, die reactie vertonen, een handeling vertonen, wel kunnen uitvoeren. Tessa heeft begrepen dat cellen informatie van afkomstig van hormonen, of dat insuline is, of die glucagon, of een ander hormoon, dat cellen enkel in staat zijn om informatie eerst maar eens te ontvangen, en dan na ontvangst vervolgens ook wel de reactie daarop te vertonen, want ze moeten een reactie vertonen nadat ze informatie hebben ontvangen, afkomstig van hormonen. En wanneer de receptoren, dat zijn membraangebonden eiwitten, dus eiwitten die tussen membraanvetten in de membranen van cellen aanwezig zijn, wanneer de receptoren die de ontvangst van informatie mogelijk maken, afkomstig van hormonen, wanneer die goed kunnen werken. Tess heeft begrepen dat wanneer insuline, wanneer je niet wil dat insuline je cellen stimuleert om glucose als brandstof te gebruiken, dat dan je cellen wel informatie afkomstig van die tegenhanger glucagon moeten kunnen ontvangen, want je cellen moeten wel eerst, levercellen moeten dat doen, moeten wel eerst zorgen voor dat jouw bloedsuikerspiegel wel boven een ondergrens blijft. En daarvoor moeten jouw levercellen eerst informatie hebben ontvangen afkomstig van de tegenhanger van het hormoon insuline, glucagon. Alleen, cellen, levercellen in dit geval, kunnen enkel informatie ontvangen afkomstig van het hormoon glucagon met behulp van membraangebonden eiwitten, receptoren specifiek glucagon
Receptoren, dat zijn dus membraangebonden eiwitten. Eiwitten die tussen de fosfolipide membraanvetten van cellen in de celmembranen van cellen aanwezig zijn. Die de ontvangst van informatie mogen maken. In dit geval dus glucagon. Receptoren die specifiek de ontvangst van informatie afkomstig van die tegenhanger van insuline glucagon mogelijk maken. Alleen cellen en dus ook jouw levercellen. De receptoren in de membranen van cellen en dus ook de glucagon receptoren in de membranen van levercellen, die kunnen enkel goed werken wanneer de optimale zuurtegraad die receptoren nodig hebben om goed te kunnen werken. Receptoren moeten namelijk een tijdelijke verbinding aangaan met die overdrachtstof, met dat hormoon, glucagon in dit geval. En die tijdelijke binding kunnen ze enkel aangaan wanneer de optimale zuurtegraad die receptoren nodig hebben om zo'n binding, tijdelijke binding aan te gaan, heerst. Waar? Ja, buiten de membranen van cellen, want dat contact, die tijdelijke binding, moet aangegaan worden met een receptor wat dus in het membraan van cellen aanwezig is en een overdracht die stof die van buiten komt, een hormoon die van buiten komt. Nou, en dan moet dus een optimale zuurtegraad die receptoren nodig hebben om goed te kunnen werken, om zo'n tijdelijke binding aan te gaan, moet wel heersen buiten je cellen. In dit geval je levercellen, want die moeten onder invloed van glucagon, de tegenhanger van insuline, gestimuleerd worden om jouw bloedsuikerspiegel wel op peil te houden. Dat is best wel heel belangrijk. Alleen die optimale zuurtegraad die receptoren nodig hebben om goed te kunnen werken, die zal enkel heersen buiten je cellen, in dit geval je levercellen, wanneer die cellen zelf die optimale zuurtegraad kunnen bewaken. En dat moeten jouw cellen, in dit geval levercellen, zelf doen namelijk. Hoe doen cellen dat? Nou, zodra het gehalte aan vocht en zodra het gehalte aan stoffen die de zuurtegraad buiten het membraan van cellen verhogen verlagen, zodra het gehalte aan vocht en zodra de stoffen die de zuurtegraad buiten de cellen verlagen, zodra dat daalt en de zuurtegraad buiten cellen stijgt, moeten cellen met behulp van ionenpompen, dat zijn membraangebonden eiwitten, moeten ionen geladen deeltjes die zorgen voor weer een verhoging van het vochtgehalte en het gehalte aan stoffen met zuurtegraad verlagende eigenschappen buiten de membranen van cellen, dus het herstel van de optimale zuurtegraad buiten de membranen van cellen. Je cellen zelf moeten dan met behulp van ionen pompen vocht en die ionen met zuurtegraad verlagende eigenschappen van binnen naar buiten transporteren door het membraan. Transporteren pompen heet dat. Zijn cellen niet in staat, in dit geval levercellen, niet in staat om met behulp van ionenpompen, membraangebonden eiwitten, ionen die van invloed zijn op de zuurtegraad in het extracellulaire milieu van cellen van binnen naar buiten te transporteren, door een membraan te transporteren, te pompen, dan zijn cellen niet in staat om optimale zuurtegraad die receptoren nodig hebben om goed te kunnen werken, dus die tijdelijke binding met zo'n overdrachtstof, zo'n hormoon, in dit geval glucagon, aan te gaan, te bewaken, zullen de receptoren in de membranen van cellen niet werken? Zijn cellen niet in staat om informatie te ontvangen afkomstig van hormonen, of dat nu glucagon is of insuline of een ander hormoon, want daar heb je goed werkende receptoren voor nodig. En als cellen niet in staat zijn om informatie te ontvangen afkomstig van hormonen, zijn cellen ook niet in staat om
dat te doen wat ze gestimuleerd krijgen om te doen onder invloed van hormonen. In dit geval onder invloed van glucagon worden je levercellen gestimuleerd om glucose van binnen naar buiten te verplaatsen. Zodat je bloedsuikerspiegel wel op peil gehouden kan worden. Ja, dat zijn je cellen dan niet. Dat kunnen je cellen dan niet uitvoeren, want ze hebben die informatie afkomstig van glucagon om dat te doen niet ontvangen. En ja, dan kan jouw bloedsuikerspiegel niet mooi op peil gehouden worden onder invloed van glucagon. Zal er echt geen vetverbranding plaatsvinden in je lijf? Want dat zal dan niet eens gestimuleerd worden in je lijf. Want jouw lichaam ervaart nogal wat stress wanneer jouw bloedsuikerspiegel niet lekker op peil gehouden kan worden. Dat moet dan eerst goed op peil gehouden worden namelijk. Tenzij je begrepen dat enkel wanneer cellen, zodra jij je koolhydraatinname verlaagt, wanneer cellen dan in staat zijn om informatie afkomstig van glucagon te ontvangen met behulp van glucagonreceptoren, membraangebonden eiwitten, die de ontvangst van informatie afkomstig van glucagon mogelijk maken. Enkel dan je bloedsuikerspiegel mooi op peil gehouden kan worden onder invloed van glucagon en dat enkel dan je cellen gestimuleerd worden om vetten als brandstof te gebruiken, vrije vetzuren als brandstof te gebruiken en dat dan ook wel kunnen doen. En dat hangt dus allemaal af van die optimale zuurtegraad die dan moet heersen buiten de membranen van cellen. En of je cellen in staat zijn om die optimale zuurtegraad te bewaken met behulp van ionenpompen. Tenzij je begrepen dat cellen enkel in staat zijn om de optimale zuurtegraad die buiten het membraan moet heersen om de werking van receptoren goed te laten zijn, om die te bewaken met behulp van die ionenpompen, wanneer cellen wel in het bezit zijn van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, waaronder membraangebonden eiwitten, waaronder ionenpompen te vormen. Zijn cellen niet in staat, zo heeft Tessa begrepen, om nieuwe eiwitten te vormen, waaronder membraangebonden eiwitten, waaronder ionenpompen, doordat ze te weinig aminozuren bezitten om nieuwe eiwitten te kunnen vormen, dan zijn cellen niet in staat om met behulp van ionenpompen de optimale zuurtegraad die moet heersen in het extracellulaire milieu van cellen te bewaken, te behouden. Zijn cellen niet in staat om met behulp van receptoren die tussen de fosfolipiden en de membranen van cellen zitten informatie te ontvangen, want receptoren kunnen dan niet goed werken. Of dat nu informatie afkomstig van insuline is, of van glucagon is, of een heel ander hormoon, daar zijn cellen dan gewoon niet toe in staat. Daar zijn cellen namelijk enkel toe in staat wanneer de optimale zuurtegraad die moet heersen om de receptoren in de membranen van cellen goed te laten werken, buiten de membraan van cellen heerst. Dat is dus afhankelijk van of je cellen in staat zijn om uit aminozuren nieuwe eiwitten, waaronder membraangebonden eiwitten, waaronder ionenpompen te vormen. Het is begrepen dat wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding tot kleinere delen, tot aminozuren, in jouw spijsverteringskanaal niet goed verloopt, dat dan alle cellen in jouw lijf onvoldoende aminozuren zullen bezitten om nieuwe eiwitten te kunnen vormen, waaronder membraangebonden eiwitten, waaronder ionenpompen, dat wat nodig is om de optimale zuurtegraad in het extracellulaire milieu van cellen te kunnen behouden, bewaken. Dat wat nodig is om de receptoren in de membranen van cellen goed te laten werken. En dat wat nodig is om cellen in staat te laten stellen om informatie te ontvangen afkomstig van hormonen. Onafhankelijk van welke hormoon het dan ook maar is met behulp van receptoren membraangebonden eiwitten. Dus de vraag van Tessa is, kan ik ook invloed uitoefenen op de vertering van de eiwitten in mijn voeding tot kleinere delen, tot aminozuren in mijn spijsverteringskanaal te begrijpen? Niet eerder dan dat dat goed verloopt, zijn cellen in mijn lijf in staat om nieuwe eiwitten, waaronder membraangebonden eiwitten, waaronder ionenpompen te vormen. Zijn cellen in staat om met behulp van ionenpompen de optimale zuurtegraad die moet heersen in het extracellulaire milieu, dus buiten je cellen, te
bewaken die optimale zuurtegraad die nodig is voor cellen om in staat te zijn met behulp van andere membraangebonden eiwitten, genaamd receptoren, om informatie afkomstig van hormonen te ontvangen, los van het feit of dat nu van insuline, glucagon is of een ander hormoon. En dat wat nodig is voor cellen om onder invloed van hormonen bepaalde processen uit te kunnen voeren, want cellen moeten altijd eerst informatie hebben ontvangen. Dan worden ze gestimuleerd om bepaalde processen uit te voeren. En dan moeten ze bepaalde processen uitvoeren. Nou, Tessa. De vertering van eiwitten tot kleinere delen, tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal kan enkel goed verlopen wanneer, zodra jij eiwitten in jouw spijsverteringskanaal laat ballonnen die verteerd moeten worden, wanneer dan ook eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen, peptidazen heten dat, ook wel daar aanwezig zijn, daar waar je eiwitten laat belanden, dus in jouw spijsverteringskanaal. Alleen, die peptidazen, eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen, die dus het verteren van de eiwitten in jouw voeding in je spijsverteringskanaal mogelijk moeten maken, die moeten elders in jouw lijf, in kliercellen, elders in jouw lijf, waaronder kliercellen in jouw alvleesklier gevormd worden, en dan vervolgens van daaruit ook wel uitgescheiden worden, afgegeven worden in de richting jouw spijsverteringskanaal, voordat de eiwitten in jouw voeding verteerd kunnen worden met behulp van die peptidase. Alleen, de kliercellen in jouw lijf, waaronder de kliercellen in jouw alvleesklier, dus de kliercellen die de vorming van peptidase mogelijk maken, zijn niet in staat om peptidase, dat zijn eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen, maar dat zijn ook eiwitten, te vormen en zijn niet in staat om ook vesikels en transporteiwitten, dat wat nodig is om gevormde celproducten, in dit geval peptidase, ook wel van binnen naar buiten uit te scheiden en dus in jouw spijsverteringskanaal te laten belanden, om dat te vormen wanneer die cellen, dus elders in jouw lijf, onvoldoende vocht en onvoldoende bouwstoffen bezitten om die peptidase, tidazen, eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen, dat zijn dus ook eiwitten, te vormen en ook die vesikels, transport- en secretieblaasjes en transporteiwitten waarmee dat allemaal uitgescheiden moet worden, te kunnen vormen. En wanneer is dat nou? Nou, wanneer jouw voeding te weinig vocht, te weinig essentiële varianten van vitamines, essentiële varianten van mineralen, essentiële varianten van spoorelementen, essentiële varianten van aminozuren, essentiële varianten van vetzuren levert. Essentieel wil namelijk zeggen, kan je lichaam niet zelf vormen, moet het uit de voeding verkrijgen. Dus, wanneer je graag af wil vallen en ook graag lichaamsvetmassa wil verliezen, dan moet jouw bloedsuikerspiegel moet wel onder invloed van het hormoon glucagon op peil gehouden kunnen worden. Maar dan moeten cellen dus wel informatie kunnen ontvangen afkomstig van het hormoon glucagon. Dat kunnen cellen enkel wanneer de glucagonreceptoren in de membranen van je cellen goed kunnen werken. En die kunnen enkel goed werken wanneer de optimale zuurtegraad buiten het membraan van cellen die nodig is voor receptoren om goed te kunnen werken heerst. En die kan enkel bewaakt worden door je cellen met behulp van ionenpompen. En die ionenpompen kunnen je cellen enkel vormen wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding in je spijsverteringskanaal tot aminozuren goed verloopt. En dat zal enkel goed verlopen wanneer jouw voeding voldoende vocht, voldoende essentiële vitamines, voldoende essentiële mineralen, voldoende essentiële spoorelementen, voldoende essentiële aminozuren en voldoende essentiële vetzuren leveren. Dus wanneer jij tot nu toe nog nooit gedurende het verlies van gewicht lichaamsvetmassa hebt verloren, dan komt dat omdat jij onvoldoende vocht en onvoldoende essentiële varianten, wil zeggen, kan je lichaam niet zelf vormen, van voedingsstoffen, bouwstoffen, het aangeleverd. Dan zijn cellen namelijk niet in staat om nieuwe eiwitten te vormen, want dan kan de vertering van eiwitten tot kleinere delen niet goed verlopen. En wanneer dat niet goed verloopt, kunnen je cellen niet beschikken over voldoende aminozuren, de bouwstenen van eiwitten om nieuwe eiwitten te vormen. Dat was antwoord op je vraag.